klaar is, is het tijd om aan ons lesfragment te beginnen. Voor sommige lessen zal het handig zijn om gewoon op te nemen wat er op je scherm gebeurt en dat je zo alles kan vertellen zoals ik het op dit moment aan het doen ben. In dit filmpje ga ik uitleggen hoe Screencast-O-Matic werkt. Het is een gratis tool die eigenlijk heel gebruiksvriendelijk is. Je gaat gewoon eerst naar Google en je typt in Screencast-O-Matic. Daarna klik je gewoon op de eerste link, screencast-o-matic.com. En dan kan je gaan kiezen voor de gratis module Start Recording for Free. En daarna Launch Free Recorder. Wanneer je daarop hebt geklikt, ga je een pop-up venster krijgen. Dat gaat even laden. En dan ga je hier in het midden van je scherm bovenaan kunnen klikken op Screen Recorder Launcher V2.0 openen. Wanneer je daarop klikt, ga je nog heel even moeten wachten en dan gaat Screencast-O-Matic zo meteen openen. Zo. Er is niet heel veel veranderd. Er is wel een klein zwart kadertje bij jou op beeld gekomen dan. Daar ga je een aantal zaken kunnen aanpassen. De maximum tijdsopname is 15 minuten. Dat zal normaal gezien wel genoeg zijn. Het balkje hier wordt af en toe groen. Dat wil zeggen dat de microfoon effectief geluid aan het opnemen is. En computeraudio, dat wil zeggen als je een filmpje gaat afspelen terwijl je je scherm opneemt, gaat die niet het geluid van je boxen opnemen, maar effectief het geluid van de computer zelf op dat moment. Wanneer je klaar bent om op te nemen, ga je gewoon klikken op Rec, het rode bolletje links onderaan. Dan gaat er normaal gezien een timer in beeld komen, 3, 2, 1. En dan is die op dat moment jouw scherm aan het opnemen. Wanneer je even pauze wilt of er is even iets mis aan het lopen, kan je gewoon klikken op de pauzeknop. En dan kan je een aantal zaken doen. Of je klikt opnieuw op het rode bolletje, dan ga je gewoon verder met opnemen. Je kan al eens kijken wat je hebt opgenomen. Je kan het ook verwijderen indien je gewoon verkeerd bezig was. Of je kan klikken op done, dat wil zeggen ik ben klaar. Dan gaat hij twee dingen aan jou vragen. Save and upload of edit video. Editen, dat gaan we niet kunnen doen omdat we met een gratis versie werken. Dus je gaat klikken op save and upload. Dan kan je het meteen gaan uploaden naar YouTube, maar aangezien we nog de intro en de outro bij ons filmpje gaan moeten zetten, gaan we het momenteel gewoon save as video file. Dan gaat hij een aantal zaken weergeven, gewoon klikken op publish daarna. En dan gaan we even een laadbalkje krijgen. Ziezo, als het woordje done erop komt, ga je er gewoon nog even op klikken. Dan gaat er opnieuw een scherm openkomen, maar je gaat gewoon zien dat het filmpje is beland bij je documenten of de map die je hebt aangeduid. Bij mij is dat hier recording 12. Zie, voilà. Dat zal het normaal gezien geweest zijn.